De coronapandemie heeft een behoorlijke impact gehad op ons leven. We gaan van een sociaal leven buiten de deur naar een leven dat zich voornamelijk afspeelt binnen het huis. We zijn ook gaan nadenken over onze gezondheid en over onze levensstijl. Vandaag ga ik op bezoek bij foodblogger Anne de Graaf van Anne Travel Foodie. Zij gebruikt supplementen van Garden of Life om gezond te blijven. En het allermooiste is, ze heeft een hele leuke twist gevonden om die te verwerken in haar overheerlijke gerechten. En ik hoop dat ik wat mag proeven. Ga je mee? Anne, je reist de hele wereld over voor jouw foodblog. Je ziet een hele hoop, je proeft ook een hele hoop, verschillende culturen, verschillende gerechten. Maar hoe is deze liefde en passie voor reizen en eten bij jou ontstaan? Ik denk dat mijn ouders me al heel erg hebben opgevoed met een heel open en nieuwsgierige blik. En toen ik eigenlijk voor het eerst zelf ging reizen, zo rond mijn studententijd, is die passie eigenlijk alleen nog maar verder ontwikkeld. Ik krijg gewoon heel veel voldoening van reizen en nieuwe culturen ontdekken, nieuwe dingen zien. Op jouw Instagram-pagina staan de meest fantastische foto's en ook heel veel foto's van gerechten. Super lekkere gerechten. Zijn dat allemaal jouw gerechten? Ja, klopt. Nou, ik maak in ieder geval alle foto's zelf. Soms ga ik ook uit eten bij een restaurant als ze open zijn en dan maak ik daar foto's van de gerechten. Maar nu al helemaal in coronatijd kook ik natuurlijk nog meer zelf en maak ik ook alle foto's zelf. Waarom maak jij nu specifiek gebruik van deze supplementen van Garden of Life? Ik vind het gewoon heel fijn om te weten dat ik goed voor mijn lijf zorg. Ik eet vegetarisch, dus geen vlees en vis. En wat ik heel fijn vind aan de producten van Garden of Life is dat ze vooral uit echt voedsel bestaan. En dat ze helemaal traceerbaar zijn. Eigenlijk tot aan het zaadje weet je waar het vandaan komt. Dat vind ik gewoon heel prettig, dat ik weet wat ik in mijn lichaam stop. En ze zorgen eigenlijk goed voor je lijf, maar ook voor het milieu. En dat is ook waar ik zelf voor sta, dus dat past heel erg bij me. En nu zitten we voornamelijk binnen. Nou ben je veel zelf aan het koken. Ja. En voor jouw eigen rechten gebruik jij ook veel supplementen van de Garden of Life. Ja, klopt. Ja, wat ik heel fijn vind is dat ze gewoon een heel breed assortiment hebben. Dus ze hebben echt allerlei producten en daardoor kun je het heel makkelijk aan je gerecht toevoegen. Ze hebben bijvoorbeeld een vitamine D-spray. Die kun je gewoon eigenlijk praktisch over elk gerecht gewoon even voordat je het gaat opeten even sprayen. Dus dan hoef je heel weinig extra moeite te doen. Eigenlijk zonder dat je het door hebt, krijg je toch al je vitamine binnen. En dat is gewoon heel makkelijk. Naast het reizen kook je ook heel graag. En je gebruikt ook jouw producten. Deze producten gebruik je ook graag in de gerechten. Maar waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, wat zijn jouw favoriete supplementen? Ja, ze hebben bij Garden of Life een heel breed assortiment, dus ik gebruik eigenlijk van alles. Ik heb ook een paar van mijn favorieten hier even neergezet. Ja. Wat misschien wel leuk is My Kind Organics. Mm-hmm. Die hebben een vrouwenmultivitamine en die zijn helemaal gemaakt van 9 echte groente- en fruitproducten. Dus ook helemaal biologisch en non-GMO, net als de andere producten. Mm-hmm. En wat ik heel erg leuk vind, is dat het niet een harde pil is. Dus die kun je gewoon in je mond stoppen en kauwen terwijl je onderweg gaat, zeg maar. Dan hoef je niet zo'n... Leuk. Hoef je niet zo'n dikke, droge pil. Ja. Dat vind ik zelf wel heel fijn. En wat ik heel vaak gebruik in de keuken zijn de proteïnepoeders. Uh-huh. Dus ik ga straks ook voor jou lekkere chocoladepannenkoekjes maken. Uh-huh. Met deze chocoladeproteïne van Garden of Life. Ik was al heel lang op zoek naar een vegan proteïnepoeder. Die is al best lastig te vinden. Yeah. En als je er dan al een vindt, hebben ze meestal ook nog toegevoegde suikers. Ja, wilde ik dus eigenlijk niet. En deze zijn suikervrij. En ook net als alle andere producten natuurlijk biologisch en non-GMO gecertificeerd. En ze zijn ook nog eens glutenvrij. Dus dit is echt voor ieder wat wils. Wat gaaf. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Op naar de keuken. Ja.